Ring. Er wordt wel heel veel beweerd, maar zijn daar eigenlijk wel duidelijke bewijzen voor? Mijn opa die kon belezen niet. Als je kiespijn had, dan ging je naar opa. En dan zei moeder, help het. Nou, dan durfde je haast geen nee te zeggen, want opa was wel een autoriteit. Ik straal op Henk in. En nou gaan die zenuwtjes die op de spieren plakken. En dat zijn net zuignapjes. Die zenuwen die breng ik nou aan het werk op de spieren. Paravisie, Parallax, het zwarte gat. Populaire programma's waarin onder andere over astrologie, iriscopie, waarzeggerij en handlijnkunde bericht wordt. Grote manifestaties als Paravisie trekken jaarlijks tienduizenden belangstellenden. Hoe kan dat? De mens is van nature heel licht en veelgelovig. Dat kan gek klinken. En het lijkt nu meer als vroeger. Het is in feite niet meer. Alleen je ziet er veel meer van. Het wordt op papier gezet. En daar komt bij, terwijl men vroeger bereid was om te geloven, is het tegenwoordig zo, geloven is taboe. Maar we geloven onvoorstelbaar veel. Dat hele alternatieve gebeuren, dat alternatieve genezen, de helderziendheid. Dat zijn allemaal dingen puur geloven. Alleen het mag zo niet heten. Alles in de hand. Een nieuwe lood aan de stam van paranormale televisieprogramma's. Het wordt aangekondigd als wetenschap. Handanalyse is een wetenschap die allerlei factoren zoals de duim, de vingers, de handvorm, de heuvels, etc. met elkaar combineert om zo tot een goed en zo uitgebreid mogelijk advies te komen. Als u als wetenschapper naar die programma's kijkt, wat vindt u dan? Nou, dan denk ik, ja jongens, mij hou je niet voor de gek. Zo simpel is het. Maar veel mensen zien wel wat in de handlijnkunde. Een fragment. Jouw gedachten zijn gericht naar resultaten in het leven. Je zegt, mijn leven moet resultaat inhouden. Dat is een dwangpositie. Kort geleden werd Skepsis opgericht. Een stichting voor wetenschappelijk onderzoek van paranormale verschijnselen. Een groep wetenschappers bestudeert kritisch wat er op dit gebied allemaal gebeurt. En de komende week verschijnt dit boek. De schrijver bestudeerde jarenlang allerhande publicaties en verschijningen. Zijn conclusie. Nou, in conclusie is denk ik dat de wonderen in ieder geval niet voor het opscheppen liggen. Die indruk was er wel eens gewekt dat het paranormaal allemaal aanwezig is. Maar dat is in ieder geval niet het geval. Als het al bestaat, en ik heb daar wat dat betreft heb ik grote twijfels. Maar mocht het bestaan, dan is het in ieder geval heel zeldzaam. En is het zeker niet iets waar mensen hun beroep van kunnen maken. Nanninga bestudeerde ook nauwgezet tv-programma's. In een showprogramma van Ted de Braak haalde de illusionist David Burgless 8 mensen uit de zaal die met elkaar een tafel lieten zweven. Men danste er zelfs mee rond. Een wonder of... Als je goed keek, dan kon je zien van dat hij 2 medewerkers had. Die stonden tegenover elkaar in die tafel. En die kwamen uit de zaal? Die kwamen uit de zaal. Later zag je ze naast elkaar nog in de zaal zitten trouwens. Dus die kenden elkaar. Die zag je dat ze hun polsen angstvallig op die tafel hielden. Vermoedelijk zaten er haakjes aan de polsen vastgemaakt, zodat ze met die haakjes de tafel konden optillen. Bedrog. Ja. De man met het grijze pak, een medewerker dus, ontdoet zich aan het slot van de dans flux van de haken. Daar valt de tafel dan ook als eerste op de vloer. Professor Ariens heeft ook zijn twijfels. Als dat echt zo zou zijn. Ze bouwen bij Chicago een raison van 30 miljard in deeltjes versneller, ja? Om nog wat nieuws te vinden. Zo moeilijk is het om vandaag de dag nog wat nieuws te vinden. Als nou echt zo'n tafel omhoog ging, dan zouden al die wetenschappers toch knettergek zijn als ze niet als de bliksem hierop afging, want hier valt de Nobelprijs te verdienen. Apenkool. 1000 gulden beloning. Als je tenminste je paranormale gaven overtuigend kunt demonstreren. Deze oproep verscheen op de Groningse muren. Melden alstublieft bij de werkgroep Wonderen, alias Rob Nanninga. De enige die het aandurfde was paranormaal genezeres Bets uit Hoge Zand. Ze heeft bij het genezen soms een hulpmiddel nodig, de pendel. Een gewicht aan een touwtje dat ja en nee zegt tegen bepaalde medicijnen. Na een test van onderzoeker Nanninga viel ze door de mand. De pendel deed maar wat, het werkte niet. Toch gaat mevrouw Bets door met deze methode. Nou, ik zal er zeker mee doorgaan, want ik heb er dus over gedacht. En ik ben hier om mensen te genezen. En ik ben niet om wetenschappers te bewijzen wat ik het kan. Wat markeert haar?
Sylvia heeft MS, multiple sclerose. En Sylvia heeft, hoeveel jaar ben je bij mijn patiënten? 5 jaar. 5 jaar? Ja. En ze kwam bij me. Strompelend. En kon niet goed zien. Maar ze rijdt nu weer auto. En ze gaat overal weer naartoe op vakantie. En het leven is weer veel plezieriger. Een van de grootste paranormale praktijken in Nederland wordt geleid door mevrouw Veerman-Croiset, dochter van de vermaarde paragnost. Dagelijks behandelt zij tientallen patiënten. Migraine, scoriose, spieraandoeningen of MS, zoals hier bij Sylvia. De patiënten voelen zich stukken beter na de behandeling van de genezeres. De bekendste, de beroemdste, de meest besproken en aangehaalde alternatieve genezer was, met alle respect, de Heere Jezus, als ik het zo mag noemen. Hij genaste lammen, maar dat was natuurlijk, dat moest een eerlijke genezer zijn. Wat zei hij? Neem uw bed op en wandel. Uw geloof heeft u gered. Dat is een volle waarheid. Eigenlijk kunnen alle alternatieve genezers, als ze eerlijk zijn, ook tegen de patiënt zeggen: zet uw hoed op en wandel. Uw geloof heeft u gered. Als de patiënt er maar in gelooft. Nee? En dan kan hij geloven in wat hij wil. Dan helpt het. Is het nou bij jou suggestie, Sylvia, of voel je echt wat? Ik voel echt wat. En wat voel je dan nu dat er aan je been getrokken wordt, bij wijze van spreken? Ja, dan zou het zich vast anders doen. Mevrouw Veerman kan sinds kort een aantal patiënten tegelijk behandelen. Gisteren gaf ze op ons verzoek een demonstratie. De man links in beeld leidt aan scoriose. Gewoonlijk kan hij zich nauwelijks bewegen. Net heeft u de mensen bestraald in feite, ja. In uw aanwezigheid. Ja. En die mensen reageren heftig. Ja. Kunt u het ook doen als u niet zichtbaar bent voor hen? Ik ga nu op de gang staan, achter de muur. En dan ga ik de mensen ook helpen. En dan werkt het vaak nog harder. Door de muren heen? Ja. De overheid overweegt praktijken als die van mevrouw Veerman te gaan erkennen. Dat zou de verzekerde en de overheid handenvol geld gaan kosten. Professor Ariens wijst op de risico's. Punt 1. Ik zie Rudin al grijze haren krijgen. Dat gaat straks 1 miljard, 2 miljard, 3 miljard per jaar extra kosten. Dat noemt hij dan een tegenvallen, maar dat is geen tegenvallen, want dat wist je voor 5 jaar terug al dat dat zou gebeuren als het er binnenkomt. Wat is er op tegen om om dit soort geneeswijze in het pakket van de basisverzekering op te nemen? Nou, ten eerste, het wordt ontstellend duur. Ten tweede, hier staan er 200 vormen in, er zijn wel 800 soorten. Wat mag daar allemaal in? Hoor je? De pastoor die de duivel uitdrijft, die kan ook zeggen: meneer, hier is de rekening. Hoor je? Ga maar door, er is geen grens aan. En er is niemand die op dit gebied, binnen dit areaal, op een zinnige manier grenzen kan stellen. Ja, ze zeggen, er moet een opleiding zijn. Je moet dus een cursus volgen, je moet een diploma krijgen. Ja, elk soort van genezer richt een genootschap op, maken een cursus en daar is makkelijk aan te voldoen. Nee, dit wordt echt wat je noemt een open eindregeling. Waar we nu van af willen, want daar gaan we failliet aan. Die dingen waarvan je niet kunt bevroeden wat ze gaan kosten, maar je weet altijd zeker dat ze veel meer gaan kosten dan dat je denkt.